Ewout krijgt de Raket Award voor zijn inzet om een inclusieve werkplek te creëren. Voelen we enorm gewaardeerd en zijn we heel blij mee. En dan is eigenlijk een soort van motivatie om gewoon door te gaan, een steun. En dat we proberen meer doelen te bereiken. Er zijn nu 11 mensen in dienst, waaronder doven, slechthorenden of mensen met een andere beperking. Wij zijn een van de eerste bedrijven die heel veel dove mensen in dienst hebben of mensen met een beperking. Dat is zo ontzettend mooi, dat dat steeds meer kan groeien. Dat Ewout doof is, levert af en toe grappige situaties op. Bijvoorbeeld, ik werkte met mijn vrouw samen hier. Ik wist dus niet dat hier een vergadering was, bezig was. Dus ik gooide gewoon die deur open en toen zag ik ineens, allemaal mensen. Dus daar schrok ik van. En eigenlijk, ja, ik hoor dus niet dat er mensen hier aan het vergaderen zijn. Dus dan zwaai ik zo die deur open. Dat is gewoon, weet je, dat is wel eigenlijk wel grappig. Vader en zoon Hettema hopen dat hun werk kan bijdragen aan meer inclusiviteit op de werkvloer. Ze dan al kennis hebben gemaakt met doven. Dus dat ze dan zeggen, oh ja, dat kan dus wel, want die kunnen gewoon ook wel alles. Dus doofheid hoeft dan geen beperking te zijn of een belemmering te zijn. Maar dat het, er wordt gewoon een tolk ingezet. En dat is ook een beetje het doel van ons bedrijf, om daar meer bekendheid in te maken. En ik vind het ook zo fijn dat gebarentaal nu sinds kort erkend is in Nederland. En dat heeft ook enorme gevolgen. Je ziet ook daarin steeds meer dingen oppoppen. En mensen kijken dan niet meer helemaal vreemd naar ons. Dus, en dat is ook een enorm voordeel voor ons. Dus ik zie de toekomst positief tegemoet.